Onze luisteraars verwijten ons wel eens dat onze afleveringen te lang duren. Wel, daarom dit seizoen geen ellenlange voorbeschouwing bij Shotcast, maar wel een ultrakort concept. In mee in 5 minuten probeer ik, Janko, elke club uit de Jupiler Pro League 5 minuten en geen seconde langer zijn tijd te geven. Vandaag Anderlecht, Cercle Brugge en Zulte Waregem. De klok gaat nu in. Normaal zou er nu iets volgen als dag Gert, dag Lars of dag Guillaume, maar nu dus niet. Ik mag het alleen doen en zoals elke eerste keer wordt het nog licht onwennig. Maar gelukkig krijg ik tijdens deze reeks de hulp van onze clubwatchers. En beginnen, dat doen we met een stevige klepper. Felice Mazzo is de nieuwe veldheer bij Anderlecht. Een veldheer die hoge verwachtingen heeft van zijn nieuwe peloton, soldaten. Anderlecht is een club die moet als ambitie hebben om champion te zijn. Een nieuwe coach dus, voor Anderlecht. En eentje die meteen zijn ambitie toonde, zo hoorden we bij de collega's van de VRT. Ik was zelf ook aanwezig op die voorstelling van Mazzo en vragen over zijn vertrek bij Union wilde hij daar niet beantwoorden. Ik heb mijn oor daarom eens te luisteren gelegd bij Jurgen Geril, onze Anderlecht-watcher. Dag Jurgen. Dag Janko. Het minste dat we kunnen zeggen is dat de overgang van Felice Mazzo naar Anderlecht niet vlekkeloos is verlopen. Is ondertussen juridisch alles geregeld tussen Anderlecht en Union? Mazzo is alleszins bezig bij Anderlecht en het is niet dat Union hem van het trainingsveld komt plukken. Dus een deal is er nog niet, denk ik. Als je bij Anderlecht vraagt hoe de situatie is, dan zeggen zij meestal geen commentaar. Wat doet vermoeden dat er nog geen akkoord is tussen de twee clubs. Maar dat komt waarschijnlijk wel in orde, eventueel via een rechtelijke weg. Hoe? Bij deze weten we al wie de nieuwe trainer van Anderlecht is, maar wat weten we over de nieuwe gezichten? De Mercato. Eigenlijk wel wat vertrekkers bij Anderlecht. Bakali, Vlap, Kobout en Sayef, om er maar een paar te roepen. En dan hebben we het nog niet eens over de basisspelers. Want met Kouame en Zirkzee zag Anderlecht ook zijn gehuurde voorhoede weer andere oorden opzoeken. Peter Verbeke die heeft wel werk gemaakt van hun opvolgers, want met Abdul Razak, Angulo en Esposito haalde Anderlecht deze zomer ook al twee flankspelers en een spits binnen. Met Fabio Silva is ook nog de man van 40 miljoen op komst. Allee, toch op het moment dat we dit aan het opnemen zijn. Felice Mazzo mocht trouwens nog een speciale nieuwkomer verwelkomen. Nu ja, nieuwkomer. Adrien Trebel vraagt zich nog maar eens af of hij dit seizoen wel een kans krijgt bij Parswit. Misschien heeft Jurgen Geril het antwoord wel. Dat is nog een beetje koffiedik kijken. Natuurlijk, onder Company was Trebel volledig verbannen. Die was weg, geen enkele kans meer op de A-kern. Die situatie is natuurlijk veranderd, omdat Mazzo alle spelers een nieuwe kans wil geven. En er is natuurlijk wel een klik tussen Mazzo en Trebel. Niet omdat ze dezelfde manager hebben, want Mazzo heeft Moji Bayat niet meer als makelaar. Maar in het verleden ging Trebel wel eens met Moji naar Charleroi kijken. En daar heeft hij Mazzo wel ooit gesproken. Dus ze kennen elkaar en Mazzo ziet wel heil in Trebel, om eerlijk te zijn. De manier waarop Trebel speelt, een beetje grinta in de ploeg brengen, verbetenheid. Ja, dus het kan wel zijn dat Trebel een nieuwe kans krijgt, al zal hij moeten concurreren met jongeren. Centraal op het middenveld is er heel veel concurrentie natuurlijk. Je hebt Achimero, je hebt Olsen, je hebt Kana. Het wordt een strijd. Goed, dat was de serieuze noot, want dit zou natuurlijk Shotcast niet zijn zonder een nutteloos weetje. Fun fact. Voor dat nutteloze weetje gaan we bij Anderlecht eens naar de jeugd kijken. Want deze zomer tekenen er weer een paar jeugdspelers hun eerste profcontract. En daar zaten een paar zonen, of zelfs kleinzonen, van bekende ex-profs tussen. Wie kent er bijvoorbeeld de jonge centrale verdediger Kays Barry? Wel, dat is de zoon van Barry Boubacar Koppa, die we nog kennen van bij onder meer SK Beveren en AA Gent. AA Gent? Dag Guillaume. Dag Janko, maar Barry Koppa, AA Gent? Ah, nee, dat is een foutje, dat klopt. Ik heb me vergist, omdat Barry Boubacar Koppa is vandaag keeperstrainer van de jeugd bij A-Gent. Ja, oké, okay. Vergist. Ik weet dat we bij Shotcast een lange geschiedenis hebben van foutjes maken. Maar nu dat je dat spel hier overneemt, mocht het niveau toch wel een klein beetje hoog houden. Want allez, daar gaan ze niet mee lachen, zowel Lokeren als A-Gent, denk ik. Nee, ik ga het hier ten eerste niet overnemen, maar ik ga wel proberen om mij te herpakken. Is het goed dat ik verder ga ondertussen? Ja, mocht voortdoen. Ja. Ik zal proberen zwijgen en mij niet ergeren.
dat zouden ook de luisteraars appreciëren, denk ik. Maar het is ook Amando Lapage, wel degelijk zonder Erquillon, geen foutje deze keer, kreeg zijn eerste profcontract bij Anderlecht. En dat is dan weer de kleinzoon van clublegende Paul van Imst. En in de voorbereiding tegen Sint-Truiden maakte Lapage ook al zijn eerste goal voor Anderlecht, zij het wel in eigen doel. Op die noot gaan wij over naar onze tweede club, of beter gezegd tweede vereniging, want we gaan naar Cercle Brugge. Voor de mensen die zich nu afvragen van wat doet Guillaume daar ineens? Ja, wel, die probeert ervoor te zorgen dat het hier technisch ook niet helemaal in de soep draait. Waarvoor dank je, Guillaume? Maar Cercle Brugge dus. Geen nieuwe coach bij de vereniging, wel een nieuw logo. En eentje dat, om het zacht uit te drukken, de meningen nogal verdeelde. Onze Cercle Brugge-watcher Koen Verdraaien, die heeft er een verklaring voor. Koen zat tijdens ons gesprek trouwens op de luchthaven, niet om naar Monaco te vertrekken, wel naar Tenerife. Dag Koen. Dag Janko, goedemiddag. Zeg, hebben ze bij Cercle Brugge eigenlijk al spijt van hun nieuw logo? Ik moet zeggen, ik was zelf eigenlijk bevoorrecht, omdat Cercle Brugge heeft nu kantoren in een heel mooi complex in Oostkamp. Die zo'n beetje de sfeer uitstraalt van het nieuwe cirkel. Zo'n open kantoorruimte langs de E40, mooi gebouw. En ik heb daarin een mooie PowerPoint van Ben Lambrecht, de CEO himself. En de perschef Louis-Philippe de Pont. Die hebben mij eigenlijk de volledige totstandkoming van het logo voorgesteld. Mm-hmm. En zij willen met dit logo eigenlijk een nieuwe weg inslaan. Cercle Brugge is op het veld nu een presspelende, dynamisch, powerplay spelende ploeg. En zij vonden dus dat daar ook een nieuwe uitstraling, een nieuw imago, een nieuw logo bij hoorde. En ze hebben mij dat echt mooi voorgesteld. En toen was ik zelf eigenlijk ook wel meteen gewonnen voor dat idee. Al die supporters, stakeholders, hebben niet dat genoegen gehad om dat te mogen zien. En ik denk dat zij daardoor misschien de achterliggende gedachten iets minder goed begrepen hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat als ze het op de professionele manier waarop dat ze bezig zijn, als ze dit kunnen verder uitleggen en wat duiden, dat vroeg of laat toch misschien wel veel van die nu kwade mensen, boze mensen zullen zeggen van ja, het is al bij al toch zo slecht niet. Bijna de helft van onze 5 minuten aan een nieuw logo besteed. Ja, ook dat is Shotcast. Maar we gaan toch eens kijken wat Cercle Brugge op de transfermarkt heeft uitgespookt. De Mercato. Best een straffe transfer bij Cercle, want bij de Kashima Antlers werd ene Ayase Ueda weggeplukt. En die was bij zijn vertrek met 10 goals topschutter in de Japanse competitie. En zijn eerste achtervolger, die kennen we ook, want dat was de ondertussen 38-jarige Pieter Utaka, die we nog kennen van bij Westerlo en Antwerp. Verder nam Cercle Senna Miyange definitief over van Cagliari en werd Emilio Kerrer, dat is een jonge Duitse flank, weggeplukt bij de tweede ploeg van Freiburg. Bij de meest opvallende vertrekkers noteren we Kylian Hazard, die naar RWDM gaat, en Rabi Matondo, die terugkeert naar Schalke. En eens luisteren wie Koen Verdraaien tipt als zijn revelatie bij de vereniging. Ik vind het raar dat Thomas Didion nu al 3 weken meetraint met Monaco. Dus men wil echt wel die jonge Braziliaanse doelman, jong, zo jong is hij ook niet meer, 24 dacht ik. Warleson is een echt typisch Braziliaanse doelman. Dus die doet echt wonderbaarlijke dingen, heel sterke reflexen. Maar dan kan hij ook soms een keer de mist ingaan. Zijn voetenwerk is ook wel nog voor verbetering vatbaar. Maar misschien kan hij, als hij echt volwaardig de kans krijgt, een revelatie worden. Warleson, dat is, als ik mij niet vergis, ook de keeper met iets te strakke broekje. Ja, je vergist u niet, Janko. Ik ben blij dat je eens een positief en een correct weetje deelt. Ja, het mag ook al eens correct zijn, inderdaad, hè, Guillaume. Maar ik heb een nog nuttelozer weetje in de aanbieding. Of beter gezegd, Koen heeft er in de aanbieding. Fun fact. En ik kan al verklappen, het is met bijnamen te doen. Want daar zijn wij bij Shotcast wel fan van. Wat misschien ook wel leuk is, ik was in Eindhoven en ik heb daar Kevin Dinky in het begin nogal, dit is een spits die overkwam, een Franse Togolees, overkwam van Nîmes. En die in het begin had hij wel moeilijk, maar nu doet hij dat heel goed. En hij scoorde daar 2 keer en ik had nadien met hem een gesprekje. En dat is een man, ik noem hem een beetje de ijskoning van Brugge nu, want terwijl veel spelers de huiver hebben van in zo'n ijsbad te zitten. Hij heeft echt wel een vrij kolossale uitstraling.
En ik heb vernomen dat hij dus, voor hem is het echt niet erg om ruim een kwartier en zelfs langer in zo'n ijsbad te kruipen. En dan blijft hij daar vrij onbewogen bij, terwijl veel spelers na een paar minuten al rillend, al wegvluchten. Een ijskonijn in de spits dus bij Cercle Brugge. Tijd om over te gaan naar onze laatste club van de dag en dat is Zulte Waregem. Zulte Waregem tekende een paar weken geleden voor de comeback van deze zomer. Of toch bijna. Midden juni verscheen Charlie Musonda plots op het oefenveld bij SCV, maar na een paar trainingen verdween hij alweer met de Noorderzon. Mijn bedoeling was dan ook om in dit blokje een zoektocht naar Musonda te starten, maar vlak voor opname dook de verloren zoon weer op, in de Spaanse krant Marca, zowaar. Daar vertelde hij dat het goed gaat met hem en dat hij, en ik citeer, nog 10 jaar voetbal voor zich heeft. 2 om me klaar te stomen en 8 om op het hoogste niveau te spelen. Misschien maak ik mijn comeback wel in Spanje. Dat weten ze dan ook weer al bij Zulte Waregem. Wie bij Zulte Waregem wel effectief terug is zijn weg geweest, dat is Mbaye Leye. De Senegalees volgt aan de Gaverbeek het duo Timmy Simons-David de Fau op. Te lang gaan we daar ook niet bij stilstaan, want er is een nog interessantere transfer om te bespreken. De Mercato. Met die interessante transfer bedoel ik niet een van de nieuwkomers, Miroshi, Borja Lopez, Nicola Rommens, Mamadou Sangaré of Alexander Drambaev, maar wel Stam Braam. Braam die maakte 7 jaar geleden zijn debuut in vierde provinciale en voetbalde vorig seizoen, tussen het schilderen door, nog bij tweede nationale SKV Zwevenzeelen. Eind vorig seizoen mocht hij al een maand meetrainen bij Cercle Brugge, maar daar werd hij doorgestuurd. Uiteindelijk vond hij dan toch onderdak bij Zulte Waregem. Janko, wacht hier even. Ja, Guillaume. Heel leuk stukje over Stam Braam, maar misschien ook nuttig als je de positie van de man ook eens meegeeft aan onze luisteraars. Ah ja, dat is inderdaad een foutje. Stijn, de man is een spits. Oké, spits. Goed. Continue, please. Ja, dat gaan we doen. Mooi verhaal dus van Stam Braam, maar onze Zulte Waregem-watcher Jorven Messiaen, die typt nog iemand anders als zijn revelatie bij Zulte Waregem. Bij Zulte Waregem denk ik dat Alexander Drambaev, beter bekend als Sasha, of zo moeten we hem toch noemen, Sasha de revelatie zal worden. Sasha is een Oekraïense linksachter, gehuurd met aankoopoptie van Shakhtar Donetsk. Daar werd hij vorig jaar uitgeleend aan Mariupol, maar ja, door de gekende omstandigheden lag hij daar al een tijdje stil. Ik zeg hem omdat ik vind dat hij een enorme fysieke presence heeft. Hij is iemand die zonder problemen 90 minuten lang de linkerflank kan aftwijlen. Ik heb hem ook laten vertellen dat zijn medische testen fantastisch waren. Een van de beste die ze al gezien hadden. Zo vertelde men mij dat hij een hartslag in rust heeft van niet meer dan 36. Dat lijkt mij toch zeer straf. Gezond, daar ga ik mij niet over uitspreken. Maar het is op zijn minst wel impressionant. Komt er ook nog eens bij dat hij ook een heel hoge VO2 max heeft. En hij kan ook aardig voetballen. Het is iemand die... Vooral snelheid weliswaar, maar die wel zijn man voorbij kan en de achterlijn kan halen. Dus ja, ik verwacht heel veel goeds van hem. Amai, dat is een straffe hartslag van onze vriend Drambaev. En dan moet onze fun fact rubriek eigenlijk nog komen. Fun fact. Jorven die gaat voor ons een poging doen om de hartslag van Drambaev te overtreffen. En Mbaye Leye is natuurlijk de clubtopschutter aller tijden van Zulte Waregem. En hij is nu trainer van... Zulte Waregem 1, zal ik het maar noemen. Maar Zulte Waregem start als heel veel andere Belgische eerste klassers ook met een belofteteam in het tweede nationaal. En daar is Frederik Dollander ter hoofdtrainer. En Frederik Dollander is eigenlijk degene die tot Mbaye Leye hem voorbij stak, de clubtopschutter was van Zulte Waregem. Wat maakt dat Zulte Waregem nu eigenlijk zijn 2 clubtopschutters als hoofdtrainer heeft. Dus ik denk qua doelpunten dat ze dit jaar wel... paar stappen vooruit zou kunnen zetten. Wij zijn zo aan het einde gekomen van onze eerste mee in 5 minuten, zowaar binnen het tijdsbestek, of toch min of meer. Aflevering 2 vindt u trouwens ook al op onze kanalen en die draait rond Charleroi, Oagel en Standaard. Au revoir. We'll be right back.